De niet-residerende ambassadeurs van Duitsland en Ierland hebben gisteren hun geloofsbrieven aan president Desi Bouterse aangeboden. Het gaat bij deze om Ute Keunig met als standplaats Port of Spain en Sean Hoy die in Brazilië zal resideren. Ambassadeur Keunig gaf aan dat van beide kanten gekeken wordt hoe de onderlinge relatie verder verbeterd kan worden. Een van de belangrijkste vraagstukken voor zowel Suriname als Duitsland is klimaatsverandering. Presented my credentials today to His Excellency President Bouterse, and we discussed the deepening and strengthening of our bilateral relations. We discussed German cooperation to Suriname via regional cooperation with CARICOM. And the president hopes that we can strengthen our relations further. And I explained to him that every ambassador hopes to deepen and strengthen the cooperation with his host country, and that I will be also German representative with CARICOM. Are there specific sectors in which both countries can benefit from? We discussed that the issue of climate change is very much on the focus of our agendas, and that Suriname is a country that faces very specific challenges. And for Germany, the climate change agenda is a priority in our development cooperation also with the CARICOM. Thank you. Ambassadeur Hoy gaf aan dat het de eerste keer is dat een ambassadeur uit Ierland zijn geloofsbrieven heeft aangeboden aan de president van Suriname. Ook Hoy heeft met het staatshoofd van gedachten gewisseld over klimaatsverandering.